ik doe mij ook. Namens de gemeentebestuur van Kiskemark, uit waardering voor wat jullie hier allemaal tot stand hebben gebracht en de komende jaren gaan doen, een cadeau wat volgens ons past bij dit instituut. Super, dankjewel. Welkom op deze prachtige dag. Speciaal welkom voor de commissaris van de Koning. Voor Robin de Groot. Ik zie Robin nu even niet. Een van onze deelnemers die betrokken is geweest bij de fondsenwerving. En Sandra Nap. En Rolf Schrama van het Paralympische team. Die naar Rio gaan. En ze hebben nog een gaatje in hun agenda kunnen vinden. Om vandaag bij de opening aanwezig te zijn. Het realiseren van het Silhu is niet over één nacht ijs gegaan. Het heeft wat langer geduurd dan gepland. Maar liefst 6 zachte winters. Met weinig ijs. Maar dan heb je ook al wat. Na de aankoop van het pand in 2009 is er een lange periode van fondsenwerving aan de gang gegaan. Het voorpand, het commandeurshuis, gebruikt was groepsaccommodatie. En tijdens ons 40-jarig bestaan, wat ik net al memoreerde, hebben we het symbolische bouwbord kunnen onthullen. Tussendoor hadden we een prachtig fondsenwervend evenement. Onder de bezielende leiding van Joop Raakekke, Frits Wester en Christies, Job Ubbens. En fantastisch gegeten, verzorgd door Friesland Culinair. Het is een prachtige verbouwde melkfabriek. Ik ga straks ook met u kijken wat er van terecht is gebracht. Want toen ik er vorig jaar doorheen liep, toen dacht ik, ja, dit is wel een beetje een desolate omgeving. Wat hiervan gemaakt moet worden, dat weet ik nog zo net niet. Nou, het schijnt gelukt te zijn, dat gaan we zo dadelijk zien. Maar de heer Scheppersheel noemde dat ook al, dat is een de kracht van een groep enthousiastelingen. En ik noem het ook wel eens een beetje van de stel gekken, want je moet een beetje gek zijn om vol te kunnen houden zo'n groot project. Want het wordt toch over het algemeen door vrijwilligers wordt dit gedragen. En dat moet het gerealiseerd worden. Maar voordat het gerealiseerd wordt, dan moeten die fondsen er zijn. Maar jij bent inmiddels binnen geweest. Wat heb je aangetroffen? Nou, een heel mooie accommodatie. Die echt alles is aangepast voor mensen met een beperking. Of je nou in een rolstoel zit of niet. Maakt niet uit. Het is gewoon aangepast en het is gewoon klaar. Het is gewoon onwijs mooi geworden. Even een applausje voor deze twee fantastische mensen. Als je een beperking hebt, dan is het heel erg belangrijk om jezelf uit te blijven dagen en echt tot het uiterste te gaan. En ik denk dat ik daar zelf heel erg mee bezig ben geweest. Dus, en dat is natuurlijk met de Paralympische klasse echt tot op het hoogste niveau. Dus je bent met voeding bezig, met fysiotherapeuten, je hebt een heel team van mensen om je heen die constant met je bezig zijn en daardoor... Ja, haal je zo erg het uiterste uit je, waar je de rest van je leven eigenlijk profijt van hebt. Ja, we zijn eigenlijk van niks met niks begonnen en we hebben het vrij snel onder de knie gekregen om met de top mee te komen. En we hebben ons nu geselecteerd. Ik feliciteer u, ik feliciteer alle initiatiefnemers, alle vrijwilligers en betrokkenen die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Nogmaals hartelijk dank. En dit wordt een brand new day voor Silwise. Dank jullie wel. 3, 2, 1. Ja! Ik ga even voor de kant. Ik ga even draaien.
'cause there's a reason to rejoice, you see.